Ik zoek informatie over het veiligstellen van DNA-sporen op een plaats delict. En literatuur over de nieuwste technologische ontwikkelingen op dit gebied. Ik weet wat ik zoek. Ik heb de zoekvraag, maar waar moet ik gaan zoeken? Kompol misschien? Academia? Of toch in de bronnenlijst van het KIK? Googelen? Of wetten.nl? Er is zoveel om in te zoeken. Hoe maak ik de keuze? Nou, valt wel mee. Als je de zoekvraag nog eens goed doorleest, kun je concluderen in welke hoek je het moet gaan zoeken. Zoek je bijvoorbeeld een werkinstructie, of een wetenschappelijk onderzoek, of een filmpje, of wetgeving, jurisprudentie, of een mix. Oh ja, dat helpt. Waar zoek ik ook alweer naar? Veiligstellen van sporen? Dat is dus een werkinstructie en een protocol. Dan moet ik bij Kompol zijn. En voor de nieuwste technologische ontwikkelingen kijk ik op de website van het NFI en in de databank EBSCO. En misschien is er ook nog een recente publicatie van onderzoekers van de politieacademie. Dus kijk ik in de catalogus van het KIK. En dan nog wat. Denk ook eens aan Google Scholar in plaats van Google. En kijk in de e-learning Zoek het uit. Succes!